Zullen de prijzen van goud en zilver gaan stijgen op het moment dat Bitcoin gaat crashen? Nee, iemand zei laatst wel interessant. Nee, wat interessant is dat goud en zilver zijn eigenlijk posities die een beetje contrair aan het systeem zijn. Als het systeem niet vertrouwt, dan zie je mensen daar naartoe kijken. Bitcoin heeft diezelfde functie, alleen is een hele nieuwe generatie. Die kijkt zo naar Bitcoin en kijkt niet zo naar goud en zilver. Maar wat je nu ziet, is dat die millennials, die heel erg met Bitcoin actief zijn, beginnen zich nu te verdiepen in het systeem. Die zijn sowieso al maatschappij- en systeemkritisch. En ik denk dat de wereld van Bitcoin en edelmetalen zich steeds meer gaan, dat die steeds meer elkaar gaan beïnvloeden en steeds meer elkaar gaan ontmoeten. Ja. En, maar Bitcoin gaat nu wel omhoog, terwijl de beurzen ook omhoog gaan. Dus tot nu toe is het niet echt contrair aan angst over het systeem. Nee, maar als het om de cultuur gaat, en je ziet welke mensen daar naartoe gaan, hoe ze mee omgaan. Nou ja, wat ik vertelde, we hadden iemand op kantoor, een jongen van 30. We krijgen nooit dat soort jonge mensen op kantoor. Maar die millennials zijn vaak ook vrij milieubewust. Dan moet je echt niet in Bitcoin zijn. Die gaan dan duurzaam beleggen. Goud delven.